Your Wallet is een debatprogramma van ID Nederland. ID Nederland traint debattrainers, steunt lokale partners die met jongeren aan de slag gaan en organiseert nationale debatkampioenschappen. En aangeven waarom dat belangrijk is. En geef daar een voorbeeld bij. Debatteren is een doelsport. Net zoals misschien voetbal heel eng zou zijn als je voor de allereerste keer voetbalt en door stel 8-jarige van de bal afgezet wordt constant, is ook debatteren heel eng als iemand beter kan spreken of sneller kan spreken of beter Nederlands kan. Dus je moet ze echt laten aanvoelen, laten proeven, laten proberen. En dan zul je vanzelf zien, oh, dit is heel leuk, want ik heb gelijk of ik mag praten, of ik mag eindelijk mijn zegje doen, ik heb eindelijk niet meer genegeerd. Zometeen beginnen eerst allebei de teams met een speech van ongeveer 1,5 minuut, 1 minuut. Waarin ze het thema introduceren, hun belangrijkste argumenten een beetje introduceren. Eerst beginnen de voorstanders, daarna de tegenstanders. Daarna is de vloer vrij. Als je het woord wil, steek dan even je hand op of sta op. Dan aan het einde van het debat krijgen jullie allebei de kanten weer 1 minuut. We gaan nu naar de eerste voorstanders. En die is van Hedley. Beste jury, opponenten en mededebaters, de stelling luidt als volgt. Het is beter om nu plezier te hebben dan te sparen. En wij zijn tegen de stelling, beste jury. We hebben 3 argumenten. Oké, maar optie, maar je kunt net zo goed als je een drukke baan hebt. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de argumenten zo sexy mogelijk worden uitgelegd. Dat je eerst aangeeft wat je nou precies gaat zeggen. Dat je vervolgens voor ons duidelijk maakt waarom het zo is, waarom het waar is wat jij gaat zeggen. Dat je vervolgens uitleg verschaft en dat je vervolgens een soort van voorbeeld erbij geeft waardoor het geheel voor ons wat concreter wordt. Wij letten heel erg op argumentatie, relevantie, hoe goed we het debat daarmee ondersteunt enzovoort. Ja, ook hoe ze op elkaar reageren, of ze goed naar elkaar geluisterd hebben en of ze daar dan mee om kunnen gaan. Of dat ze dat wat minder doen en wat meer hun eigen punten brengen. Luister, je kan niet zonder het geld, dus laat je horen van de stem van jongeren telt. Yeah, van alle kamers word ik hier gestoord. Maar zeg maar zelf, hey, beïnvloed worden, daar kies je voor. Ik hoor de dingen, dus ik pak de mic en verspreid het woord. Door, voorlichting is belangrijk. Ik vertel je al mijn gedachten. Goed gedrag moet je belonen, slecht gedrag moet je straffen. Dat is belangrijk, praktijk of theorie, wat vind ik ervan? Het hoort bij elkaar, net als yin en yang. Waarom ik het leuk vind is, ik hou van winnen en ik win al iemand. Ja, dat is wel flink. Ja. Ik heb de motivatie, ik heb die wilskracht om te winnen. Oh, waarom we hier zijn is ook om nieuwe kennis te maken, nieuwe vrienden te maken. Ik ben voor en mijn opponent, tegenstander, is tegen de stelling. Veel jongeren gooien hun bankbriefjes weg, waardoor ze uiteindelijk geen overzicht hebben over hun financiële situatie. Daarnaast zijn er ook veel jongeren die in de schulden komen en die totaal niet weten hoe ze die schulden af moeten lossen. Nou ga ik een oplossing geven. Laten we gewoon cursussen aanbieden. Cursussen waar ze vrijwillig naartoe komen. Als ze dan problemen hebben, kunnen ze zelf bepalen, oh ja, ik ga hier maar naartoe, want ik heb wel hulp nodig. De stelling is, financieel onderwijs moet verplicht worden op scholen. Maar wat vinden jullie daar nou van?